Makerspaces zijn plekken in de stad waar creatieve mensen kennis of faciliteiten delen en waar ze dat ook laten zien. We hopen een plek te bieden voor filmmakers en die met nieuwe media en technologie bezig zijn om hier een plek te hebben. En daarmee ook de verbinding aan te gaan met het publiek waar je het uiteindelijk voor maakt. Deze plek is zo bijzonder voor mij, omdat je zelf je beeld kan van begin af aan tot het eind kan gieten. En de expertise is ongelooflijk goed. We hebben hier een aantal assistenten die veel ervaring hebben, daar kun je alles aan vragen. Ja, maar ik zou die wel door, want hij zet hem nou dicht. Hè? Ja, zal ik hem hier een heel klein verbindingje maken? Een klein verbinding. Bij Make Eindhoven hebben we dus 3 werkplaatsen onder 1 dak. Dat betekent dat we kunnen metaalgieten. We kunnen werken met allerlei glastechnieken. We hebben allerlei grafische technieken in huis, ook op groot formaat allemaal. Zodat we die crossovers kunnen maken tussen de verschillende technieken. Iets waar steeds meer makers behoefte aan hebben. Brainport regiodeelmiddelen zijn rijksgelden die wij hebben gekregen in deze stad en regio om een boost te geven aan ons voorzieningenniveau. Makerspaces zijn belangrijk voor Eindhoven omdat ze plekken zijn voor creatieve mensen. Waar ze kennis, waar ze faciliteiten kunnen delen. En dat past helemaal bij Eindhoven, want Eindhoven is de stad van design, van innovatie en van kennis. Ja, het wordt zeker een uitdaging, ook omdat er natuurlijk heel weinig voorbeelden zijn van een makerspace op dit vlak. Maar dat vinden we juist ook heel erg gaaf dat het hier kan in deze stad. En zal je zien dat het een bruisende plek wordt waar dingen ook gaan ontstaan en waaruit blijkt dat het wel of niet werkt. Maar dat is ook het mooie van zo'n nieuwe plek om die uitdaging aan te mogen gaan.